Geschreven leden Philip Klaes. Ja, dank u, voorzitter. Wat we daar juist gehoord hebben lijkt een beetje op het orkest van de Titanic. Het voorzitterschap van de Europese Unie wordt nu waargenomen door een land dat niet eens in staat is om zichzelf te besturen. Het is nog nooit gebeurd dat een roterend voorzitterschap van in het begin te maken krijgt met een ontslagnemende regering. En het is trouwens allesbehalve zeker dat er binnen de 6 maanden van dat voorzitterschap een nieuwe federale regering komt in België. Na de vorige verkiezingen in 2007 heeft het 9 maanden geduurd voor er een regering kon gevormd worden. Dat komt omdat de kunstmatige Belgische constructie onbestuurbaar is. Vlaanderen en Wallonië zijn 2 verschillende landen geworden met 2 totaal verschillende politieke, sociaal-economische en culturele realiteiten. Een bestuur uitwerken voor België is een beetje alsof Duitsland en Griekenland een gemeenschappelijke begroting zouden moeten opstellen. Niemand minder dan Europees commissaris Karel de Gucht noemde het Belgische regeringswerk onlangs een permanente diplomatieke conferentie. Wat is trouwens de democratische legitimiteit van een Belgische regering die in Vlaanderen minder dan 1 kiezer op 3 vertegenwoordigt? Als we meneer Leterme moeten geloven, zal alles wel meevallen. Welnu, de Belgische regering zal haar gebrek aan daadkracht en haar gebrek aan democratische legitimiteit proberen te verstoppen achter een rookgordijn van ultrafederalistische retoriek. Maar de pijnlijke realiteit is dat België helemaal achterop hinkt in het Europese peloton wat de omzetting van Europese regelgeving betreft. Hetzelfde geldt voor het aantal lopende inbreukprocedures. Daarbij komt nog de Belgische staatsschuld van meer dan 100% en een immigratie- en asielbeleid dat zodanig uit de hand is gelopen dat we eerder zouden moeten spreken van een open grenzenbeleid. En dan zijn er de torenhoge belastingsdruk en de zeer lage arbeidsparticipatiegraad. Om nog maar te zwijgen over het democratische deficit waarbij de meerderheid van de bevolking, de Vlamingen, als een minderheid worden beschouwd. Hoe kan meneer Leterme trouwens weten dat hij ruime steun geniet voor zijn Europees programma bij de bevolking als er nooit een referendum is geweest? Bijvoorbeeld over de mogelijke toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Er mag geen referendum zijn daarover, meneer Leterme. Dus dat Belgische voorzitterschap kan best een laag profiel aannemen. En de lidstaten moeten opletten voor een mislukte staat die zijn problemen naar Europa probeert te exporteren. Die van Europa een soort België in het groot wil maken. De Europese Unie kan zich in elk geval maar best voorbereiden op het uiteenvallen van België en op het ontstaan van 2 nieuwe staten, 2 potentiële nieuwe lidstaten in de Europese Unie, Vlaanderen en Wallonië. Dank u. Dziękuję panu. Teraz in... Dank u wel. Dan geef ik het woord aan andere sprekers die hebben ingeschreven. Als eerste Jean-Luc Dehaene, 2 minuten 30 seconden. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wil eerst en vooral de heer Klaes laten opmerken dat België altijd zijn problemen heeft opgelost met...